Druk op claim voor 50 gratis Piggy punten. Ik weet zeker dat ik sneller op claim druk dan dat jij de video kan liken. Het is onmogelijk dat jij sneller bent. Let's go. Sorry, claim. Oké, dit is een nep Piggy spel. Heeft echt ongelooflijk veel dislikes. En ik dacht van, wat nou als ik een nep Piggy spel ga spelen versus het echte Piggy spel. Het echte Piggy spel heb ik al een keer gespeeld, dus dat weten we nu. Maar nu versus de neppe. Oké, we gaan eerst even bij de skins. Wow, een SpongeBob skin? Wat? Serieus? Een SpongeBob skin. Een Patrick skin. Jerry, Elmo, Skelly. Ik zie echt van alles. Dit is bizar. Wauw. Wat is jouw favoriete skin uit al dit? Sirenhead. Oké. Dat is pretty dope, right? Dat is pretty dope. Oké. Er staat chapter 6 is geselecteerd. Oh my gosh. Oké, dat is echt best wel insane. Er zijn hier allemaal verschillende soorten outfits ook die je kan halen. Ik moet zeggen, ik heb geen idee wat ik hiervan kan verwachten. Kan ik niet gewoon een aantal muntjes erbij halen? 1000 muntjes, 700 Robux. Oké, dat is best wel duur. Is er niet een skin van 50? Oeh, deze is gratis. Wow! Ik heb gewoon een... En deze ook! Oh my gosh! En deze die kan ik kopen. Nou, dat is amazing. En oh nee. Oh nee, Piggy is in the building. You're kidding me. Het kost 100 Robux als je gebruik wilt maken van de morphs in dit spel. En op zich vind ik dat nog een redelijk schappelijke prijs, I guess. Maar meer van de reden dat ik het niet doe, is omdat ik gewoon bang ben dat ik het niet krijg. En oh my gosh, hoe duur is dit dan? Dit is de Super Piggy VIP, waar je ook nog eens een coil en een gravity, of een vliegend tapijt erbij krijgt. Oh my, oké, het is wel episch, maar letterlijk, het spel start niet. Dat is denk ik de reden waarom er zoveel dislikes zijn, omdat het spel het gewoon letterlijk niet eens doet. Wat doe jij daar? Wat is dit? Is dit een obby? Is dit serieus een obby? Het ziet er niet uit als een obby. Het is een manier om op het dak van het spel te komen. Ja, dit is overduidelijk één grote scam. En begrijp me niet verkeerd, met een scam bedoel ik niet dat het niet werkt of zo, maar meer van, oh my gosh, sorry. Ik zal even uitpraten. Daarmee bedoel ik meer dat het gewoon simpelweg niet werkt. Er wordt beweerd dat je een Piggy-spel speelt, maar er is eigenlijk helemaal geen Piggy-spel. Oh my gosh. Er zijn hier allemaal geheime Piggy's. De Sans Piggy, de Freddy Fazbear en bovenal Purple Guy. Oh my gosh. En er is hier zelfs een halve cyborg. Een sneeuwpop Piggy. En dit hier is de allerzeldzaamste. Als jij deze Piggy tegenkomt in het Piggy-spel, kan je daar 1000 Robux aan verdienen. Dat is tenminste iets wat ik op het internet las, omdat het schijnbaar een glitch is die nog wel eens voorkomt in het Piggy-spel. Waarbij deze onafgemaakte Piggy per ongeluk in het spel voorkomt. So that's pretty amazing. Ik ga maar even wat sneller rennen om te kijken welke er nog meer zijn. Oeh, dit zijn allemaal super interessante skins. Maar meer van, wat is de bedoeling in dit spel? Is het letterlijk de bedoeling dat je jezelf verandert in een Piggy en that's it? Oh, er zijn er ook YouTube skins. Oh my gosh. Ik heb dat inderdaad gelezen. Dit is hoe Piggy eruit zou zien als het een jongen was. Ja, Piggy is natuurlijk een meisje. Maar als het een jongen was, dan zouden ze er zo... Wauw. Oké, wat is epischer? Piggy als meisje of als jongen? Laat het in de comments weten. In alle treurigheid moet ik helaas mededelen dat Doggy er niet meer is. Doggy is ingemaakt door Piggy en hij is dus nu helaas hier in Roblox. Er staat, raak dit aan om respect te geven aan Doggy. Wat is er zojuist gebeurd? You're kidding me, ik word doorverbonden. In ieder geval, ik zie daar allemaal dansende Piggy-karakters. Wat? Dat is zo komisch. Ik heb Piggy nog nooit eerder zien dansen in Roblox. Wat is de reden, Piggy? What is the reason why you're dancing? Ik bedoel, het ziet er best wel cool uit. Ah, dit is Penny. Ja, Penny is het kleine nichtje van Piggy. En het leuke aan Penny is, ze ziet eruit als Piggy, maar ze heeft een beetje hetzelfde karakter als Georgie. Dit hier is History. History, dat is een karakter uit de geschiedenis. Dus eigenlijk gewoon een ridder uit de middeleeuwen. Een Piggy-ridder. Dit is een... Ik heb geen idee. Dit is een... Ik heb ook geen idee. Wauw, er zijn zoveel karakters hier. You are kidding me. Het is wel leuk hoor, daar niet om. Maar, oh, dat is echt heel creepy. Oh, dat vind ik zo eng. Oh, Sirenhead! Oké, ik moet zeggen, Sirenhead zou een epische toevoeging zijn aan het Piggy-spel. Wauw, deze ziet er ook zo gaaf uit. En het leuke is, ze hebben zeg maar het neusje van Piggy hebben ze gebruikt als de siren van Sirenhead. Klinkt een beetje dubbelzinnig, de siren van Sirenhead, you know what I mean. En oh, de coffin dance. Dus dit is letterlijk wat er in de kist van de coffin dance zit, dat is creepy. Hier hebben we Snakey, en Snakey is eigenlijk gewoon een Piggy-karakter, maar dan als Snake. En dat is het leuke. Elk Piggy-karakter kan zeg maar een ander dier zijn, als je snapt wat ik bedoel. Dus je hebt bijvoorbeeld hier Sharky. Oh my god. Wat zou epischer zijn dan een onderwater Piggy-spel? Niks. This is exactly what we need, bro. Een onderwater Piggy-spel waarbij Sharky de hoofdrol inneemt. Oh my gosh. Ghosty.
Zeg maar, er gaan wel geruchten dat als je Piri zou inmaken, dat Ghosty achter je na zit. En oh, ik vind het al gewoon eng om erover na te denken. Hier hebben we een confirmed skin, wat inhoudt dat deze dus hoe dan ook naar het echte Piri-spel komt. En dat is Robo-Piri. Dus zeg maar, er gaan verhalen dat als Piri wordt ingemaakt en wanneer haar lichaam dus niet meer gebruikt kan worden om spelers mee in te maken, dat er een soort van mechanische build-up is waar Piri haar hoofd op wordt gezet. So that's pretty cool. Hier hebben we Rabbit. Rabbit is het vriendinnetje van Bonnie. Kijk, Bonnie is een konijn, Rabbit is een konijn. Het komt op zich op exact hetzelfde neer. Boris! Oh my gosh, bestaat hij? Boris is eigenlijk een vriend van Bandy en de inkmachine. En ik had dus nooit verwacht dat hij er echt zou zijn. De Void Piggy. Zeg maar, de Void, dat wordt ook wel een beetje gezien als het laatste stukje Roblox. Zeg maar, de Void is eigenlijk de uitgang van Roblox. Hè? Dus als je in de Void terechtkomt, dan is het klaar. Dan ben je gewoon weg en dan kun je Roblox nooit meer spelen. Dus de Void Piggy is een hele gevaarlijke. Als die je inmaakt, dan ben je waarschijnlijk gewoon gelijk Roblox uitgeband. Hier hebben we de Blue Piggy. Het is Piggy die iets te veel aan de inkt heeft gezeten. Hier hebben we de Blue Zombie Piggy. Dat is dus eigenlijk de Zombie Piggy die iets te veel aan de inkt heeft gezeten. Oh my gosh, de Lego Piggy. Overigens, deze doet mij ook wel een beetje denken aan de Noob Piggy. Dat komt omdat, zeg maar, noobs in Roblox zien er wel een beetje uit als Lego karakters. Ook al wil Roblox dat zelf niet toegeven. Het is natuurlijk wel zo. Wat hebben we hier nog meer? We hebben, oh my gosh, it's the Cyborg. That's amazing, bro. En deze ziet er ook zo gaaf uit, want het wekt een beetje de indruk alsof dit karakter, zeg maar, al heel erg oud is. Het lijkt, zeg maar, op de andere Piggy. Maar, zeg maar, die we eerder zagen, de Robot Piggy. Alleen deze, die lijkt een beetje uit de jungle te komen. Oeh, de Big Doggy. Dat is een grote hond, mijn bro. Hier hebben we de Toxic Doggy. Oh, deze is echt heel erg creepy. Zeg maar, in Roblox is er soms sprake van Toxic Waste. En Toxic Waste is eigenlijk een soort van afval. En dat kan op geen enkele manier gerecycled worden. Dat is echt heel erg gevaarlijk. En dat is een beetje waar het op leek. Hier hebben we Sans. Ja, deze die heb ik al in meerdere games gezien. Maar dit is wel een van de betere, hoor. Zeg maar, in de meerdere Piggy-games waarbij Sans een rol speelt, heeft hij dat schattige Piggy-neusje niet. En hier wel, dus ik vind dat op zich... Nee! De Bloxy Award Piggy Edition! En het gave hieraan is dat er al heel erg lang beweer... Oh my gosh. Er zit daar heel creepy en kou. Er werd al heel erg lang beweerd dat dit een bestaande trofee zou zijn voor de Piggy-speler. Of zeg maar, de Roblox-speler die het meest heeft gewonnen in Piggy. Dus het kan zijn dat er iemand op de wereld is met deze award. En oh my gosh, ja. Dit is de Glitch Piggy. Alleen, er is nog geen officiële naam voor. Dus heb jij een goede naam voor deze Piggy? Laat het dan in de comments weten hier beneden. Het is tot nu toe, moet ik even goed nadenken hoor. Het is... 3 keer voorgekomen in het officiële Piggy-spel dat deze Piggy is gespant. En het is 1 keer voorgekomen in de lobby van het officiële Piggy-spel. Dus als jij deze Piggy bent tegengekomen, dan heb je iets heel speciaals meegemaakt in Roblox. Oh my gosh, de Withered Robo Piggy. Zeg maar, dit is een referentie naar Five Nights at Freddy's. In Five Nights at Freddy's is het namelijk zo dat je te maken hebt met animatronics. En animatronics, dat zijn dus eigenlijk de karakters in Five Nights at Freddy's. Freddy Fazbear, Chica the Chicken, noem het maar op. En wanneer ze withered zijn, dan hebben ze allemaal kabeltjes loshangen. En dan zien ze er heel creepy uit. En dat hebben ze dus ook gedaan bij de Robo Piggy. Oh my gosh, de fairy. That is... Very amazing. Sorry, ja. Ik wou zeggen very amazing, maar ik besefte me geleidelijk dat het een hele slechte grap was. En hier hebben wij de Teddy. Oh my god, dit is echt een hele originele. Dit is echt een hele originele. En er zijn hier 2 manieren waarop die er misschien binnenkort gaat uitzien. Dus dit is dus zeg maar het eerste idee van de Teddy Piggy. Dit is de tweede. Die is ook wel heel erg leuk, zeg maar. Want dan is het gewoon 1 grote teddybeer. En dit is de derde. En dan is het 1 grote teddybeer met nog 2 kleine teddyberen aan de zijkanten als hoofden. Maar dit vind ik denk ik wel de leukste. Vooral omdat hij zeg maar allemaal van die kleine teddybeertjes over zich heen heeft. Oh, het ziet er zo creepy uit. Oeh, ik vind het helemaal eng. Ik vind het letterlijk helemaal eng. Oké, wat hebben we hier? Wolfie. Wolfie is inmiddels al een bestaand... Dit is een leuk spel, maar in dit spel wat ze doen... is ze laten allemaal Piggy-karakters zien... die bedacht zijn door Piggy-fans... waarvan sommige misschien ook daadwerkelijk zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld deze is confirmed. Dus deze is daadwerkelijk toegevoegd en de naam is Mimi. En Mimi, dat is dus eigenlijk gewoon een mol. Wat hebben we nog meer? We hebben hier de Easter Bunny!
Oh, dat is amazing. En deze is geloof ik ook gedeeltelijk toegevoegd. En het grappige is, het oog van dit paaskonijn als Speedy karakter is een M&M. Dus dat creëert een beetje een candy-achtige vibe. En de allerlaatste is Gert. En Gert is eigenlijk gewoon een echte big. Heeft een zwaard in zijn mond waarmee die spelers in maakt en is gebaseerd op Piggy. Like als ik een deel 2 moet maken van deze soort van neppe Piggy skins. Maar tegelijkertijd Piggy skin ideeën die misschien wel echt in het spel komen. En ik zeg adios.